Silence, s'il vous plaît. Ik zou je zeggen. Dames en heren. Ik wil verslag uitbrengen van een nachtmerrie. Een nachtmerrie is een kwaaie droom. En de kwaaie droom in mijn geval is een droom die goed leek te beginnen, maar al snel een verkeerde draai nam. De hoofdrolspelers, van de eerste tot de laatste minuut, mijn generatiegenoten. De generatie, zogezegd, van mei 1968, de generatie van Provo en Verbeelding, de generatie van Hitweek en Gandalf, de generatie van een nieuwe muziek en een nieuwe beeldentaal, de generatie die geuze woorden maakte van marginaal en protest en anti-autoritair, de generatie van het verruimde seksualiteitsbegrip. Ik ben door mijn eigen generatiegenoten verraden. Ik maak deel uit van een generatie verraders. Onvermijdelijk ben ik daardoor ook zelf een verrader. Ik ben door verraad besmet. Ik ben aanwezig geweest. Het doet niets af aan het feit dat ik me vooral door mijn vrienden verraden voel. Ik ben in de steek gelaten. Ik ben verweest. Ik sta in de kou. Al die pathetische sentimenten loeien door me heen als ik aan mijn leeftijdgenoten denk. Ik kan begrip opbrengen voor de oude vandaag. En kijk vertederd naar de kinderen. Alleen mijn eigen generatie is me vreemd. Ik houd van ratten, muggen, piranha's, neten. Niet van mijn generatiegenoten. Het leek zo mooi als je ze op mijn 20ste moest geloven. Met een hamer en een paar schroeven zouden ze zo het paradijs in elkaar zetten. Nog een oorlogje wegwerken, een paar massamoordenaars en een oude politiecommissaris opdoeken en het was gepiept. Ik moet het mijn, in mijn generatiegenoten, mijn tijdgenoten, enigszins relativeren. Ik stond met mijn rug naar veel dingen toe. Ik was eerder bezig met de afbraak van mijn onschuld dan met de hervorming van de maatschappij. Ik had geen idee waar de landen lagen waarin het onrecht geschiedde waartegen mijn leeftijdgenoten protesteerden. Ooit heb ik een ruit ingegooid van het politiebureau op het Leidseplein. Ooit heb ik het nummer van het literair tijdschrift waarvan ik zojuist redacteur was geworden, het meinummer 1968, geopend met een vertaling van een maf Frans gedicht over de vieren van hoogvervulde meimeisjes. Ooit steunde ik op mijn manier een dissidente Griekse dichter door de kolonels gevangen gezet en vanzelfsprekend gemarteld door een vertaling af te leveren voor een protestbijeenkomst van een gedicht waarvan ik niets begreep. Zie daar mijn complete bijdrage tot de revolutie. Maar ik zag ze in de weer, mijn tijdgenoten. Ik nam ze waar. Ik heb hun stappen gevolgd, hun blikken, hun gebaren. Ik zag ze in de weer, vlak voor, en al met een halve hak
op de drempel van de instituten waardoor ze hun lange mars zouden afleggen. Bovendien was de beweging, de sfeer, de mentaliteit in die jaren zo algemeen, zo vanzelfsprekend, ook al stond je terzijde, ook al handelde je halfslachtig, ook al had je niet door wat je aan het doen was of aan het nalaten, je maakte er op je 20ste automatisch deel van uit. Het hing in de lucht, je snoof het in en je ademde het uit. Het was ondenkbaar dat je het met de meeste standpunten en ontwikkelingen niet eens zou zijn. Liever gezegd, je was de ontwikkeling. Zelfs de core-studenten gingen wat lopen en snuiven. Als ik het over het verraad van mijn generatiegenoten heb, spreek ik over een ander soort verraad. Een uniek, totaal verraad dan wat zich normaal onder generatiegenoten voordoet als ze ouder worden en zich geconfronteerd zien met de realiteiten van de maatschappij. Goed zo. In de onderlinge concurrentie zit dan een flink deel van het ellebogenwerk dat we van de mens gewend zijn. In elke generatie wordt naar boven gelikt en naar beneden getrapt. De ouderen worden in stilte gehaald en de jongeren afgunstig gepaaid. En vooral elkaar probeert men centen en vriendinnen afhandig te maken. Ik spreek hier niet over de normale concurrentie en de gepastenheid. Ik spreek over een hele generatie die heeft gedeserteerd. Over verraad dat een einde heeft gemaakt aan een beschaving. Verraad dat de wereld een andere kant heeft opgestuurd. Dat men de idealen van zijn jeugd verraadt is ook niet zeldzaam. Het is niet eens verraad. Het is vroeg intredende vermoeidheid. Ineens zien we onze oude schoolvrienden, ooit stuk voor stuk brandstichters en oproerkraaiers, achter een kinderwagen sjokken, kanaries kweken, de toto invullen. Ze doen aan krulspelden, hypotheken, vitaminepreparaten. Ze zien al snel geen verschil meer tussen de contouren van hun vrouw en hun sofa. Het verraad waarover ik spreek is pathetischer en tegelijk onzichtbaarder, algemener en tegelijk nonchalanter. Het werd gepleegd met aplomb of tussen neus en lippen door, alsof het geen verraad was. Ik ben meteen beland bij het opvallendste kenmerk van dit verraad, het feit dat imago en werkelijkheid koelbloedig losgekoppeld waren. Wat mijn leeftijdgenoten achter de schermen uitspookte, had niets te maken met wat ze naar buiten toe met de mond beleden. Ja, van sommige graaiers, stinkers en slapers diende je zelfs te geloven dat ze tot op de dag van heden de ideeën van de jaren 60 trouw waren gebleven. Zich gedragen als de oude generatie en hun gedrag presenteren als iets nieuws, daar hadden ze handigheid in. De tweedeling schijn versus wezen zou ook op andere terreinen alles beheersend worden. In de politiek, de literatuur, het sociale gedrag, de economie. Schijn en wezen. Imago en werkelijkheid. Reclame en product. Boodschap en inhoud. Wat je zegt en wat je denkt. Bluff en sintels.